De Tula Bergaar! Hey! Bakker Edwin Belles is al de hele ochtend bezig met de voorbereiding van de kermistraditie van het dorp. En daar staat men graag vroeg voor in de rij. Maar deze meneer zat vanmorgen om 8 uur voor de deur voor de eerste tulum. Dus bij deze heb je een slagroomtaart verdiend, Mitchell. Mooie traditie dit, Edwin. Ja, de stamboom gaat de 15e eeuw, dus dat is al meer dan 500 jaar oud. En in de tijd dat de boeren hun pak betaalden aan de leenheren, werden ze bedankt dat ze betaalden. En dan kregen ze witte brood met butter en ham. En dan was het na de kermis. En dan kon het feest beginnen. En dan hadden ze een lekker ondergrondje voor een biertje. Staat achter in de rij, zullen ze er nog zijn straks? Ja hoor. Oude traditie, hè, dit? Ja, maar deze zijn besteld, dus ze houden er rekening mee, hè. Hey, er is wat commotie geweest op het dorp natuurlijk. Zijn jullie blij dat het gewoon weer allemaal weer zijn gang gaat? Gaat alles wel weer zijn gang. Het zou jammer zijn als een traditie verloren blijft voor een dorp als Wieringen, voor een dorp als Hypo. Jullie hebben het start zijn gegeven nu? We hebben het start zijn gegeven en op naar een mooie toekomst. En als iedereen dan thuis lekker zijn tulum met boter en ham heeft opgegeten, kan de muziek en de verlichting aan en gaat de kermis echt van start. De kermis is kilometers lang. Daar zwaait wat, daar draait wat. 150 punten nu. Is dat goed? Ja, dan kan ik lekker sparen. Succes. Ja, dankjewel.